Iedereen heeft ze wel eens voorbij zien komen in de stad. De bakfietsen van een stadswerkplaats aan het A. Kerkhof. Maar wat kan je hier eigenlijk nog meer doen? Dimar de Lauw, al 2 jaar werkzaam bij de stadswerkplaats, neemt ons mee voor een kijkje achter de schermen. Ja, je kan hier van alles doen. De meeste mensen komen hier om te klussen. En dat kan zijn dat je metaal komt bewerken of hout komt bewerken. Als je weet wat je doet, je bent bekend met machines, dan kan je hier gewoon naar binnen komen met je ideeën, met je materiaal. En dan kan je hier aan de slag. Maar het kan ook zijn dat je daar wat hulp bij nodig hebt. En dan bieden we dat ook. We geven cursussen, trainingen, opleidingen. En we nemen ook projecten aan. Dus als mensen iets bedacht hebben, maar ze willen dat niet zelf maken, dan kunnen wij dat voor ze doen. Dus dat is wat we hier over het algemeen doen. En jij vertelt ook dat dus mensen hierheen komen met een opdracht van ik heb iets in mijn hoofd en ik wil dat graag verwezenlijken. Wat is het je het meest bijgebleven? Ik heb een keer een keukenblad gemaakt. En dat was een keukenblad, dat ging in allerlei hoeken en vormen. Mensen hadden zelf hun hout meegenomen, heel mooi hout, heel zwaar. En dat werd maar naar binnen gebracht en naar binnen gebracht. En we hadden hier zoiets van, hoe groot is die keuken wel niet? Dat was echt immens. Dus de ene dag geef je cursus en de volgende dag ben je eigenlijk een keukenspecialist. Nou, dat is het leuke. Het is heel erg dynamisch. En vaak als ik 's ochtends hier naartoe fiets, dan heb ik geen idee hoe mijn dag gaat lopen. En dat is wel aan de ene kant een beetje spannend, maar aan de andere kant ook wel heel erg leuk. Ook de stadswerkplaats merkt het effect van de coronacrisis. Je zag in het begin van de lockdown ook dat mensen heel erg de behoefte hadden om naar bouwmarkten en zo te gaan. En ik kan me inderdaad ook voorstellen dat je dan thuis zit en je denkt van, ik ga een mooie kast maken. En ik ga het hout kopen en dan heb je je hout. En dan denk je van, ja, maar hoe moet ik eigenlijk zo'n kast gaan maken? En dan heb je behoefte aan informatie of opleiding of cursus. En ja, dan kunnen wij die natuurlijk geven. Maar ja, vooralsnog is het een beetje onduidelijk hoe we dat in de toekomst nu gaan doen. Al met al weet Dimar zeker dat hij nog lang bij de stadswerkplaats blijft. Ik zie mezelf dit nog wel een hele tijd doen. Ja, dit is echt wel een plek waar ik me op mijn gemak voel. En waar ik mezelf kan zijn. Maar ook een plek waar ik onder de mensen kan zijn en dat ik ook iets kan bijdragen. Het is ontzettend fijn als je mensen kan helpen bij het realiseren van hun idee. Of als je mensen een beetje een zetje in de rug kan geven. Het is een creatieve omgeving. Is eigenlijk per definitie een hele leuke omgeving om in te werken. En dus wat dat betreft heb ik een hartstikke leuke job hier.